Daar heb je dan de K2. Een van de gevaarlijkste bergen van de wereld. Het waren net wilde honden. Ik vond het verschrikkelijk. Maar daar is het elke dag overleven. Om simpele reden dat niet alles kan. Het is daar een kwestie van overleven. Het is zo fantastisch. Dat geeft zo'n bijzonder gevoel. Dat is een indruk die je nooit meer vergeet. Nou, ik denk, als ik alles bij elkaar oppak, ik denk dat het reizen mij dus gewoon een heel andere kijk op de wereld heeft gegeven. Ik denk, als ik dus Oosterwijk bekijk, ik denk dat ik geen 10 mensen zal vinden die zoveel rondreizen gemaakt hebben als ik. Wel op een andere manier, maar rondreizen en de wereld verkennen, ik denk niet dat ik aan 10 kom. Ik ben dus, zeg maar, begin te reizen een jaar of 35 geleden en ik werd toen op Granada. En er was een oude collega van mij, waar ik van wist dat hij dus al enkele jaren op Indonesië reisde. En ik was in Indonesië erg geïnteresseerd, omdat dus een opa van mij als oud-militair daar gediend had. Ik dacht bij mezelf, zou er iets van mij zijn? Ik heb geïnformeerd bij Alphen en die zei van, jongen, dat kun je gerust doen, want het is iets leuks. En als alleenstaande is er geen enkel probleem, want je reist in een groep. Ik dus, zeg maar, werd naar het reisbureau toe, in de Dorpstraat. En ik geboekt bij Unitravel, wat een vrij luxe organisatie was. Nou, dus de tijd van vertrek was aangebroken en ik het vliegtuig gestapt en 24 uur onderweg naar Jakarta. Daar ontmoette ik de groep. En de groep was, zeg maar, gerust voor mij heel leuk. En ik dacht bij mezelf, achteraf van, god, dit is toch wel leuk. En ik daardoor, zeg maar, door de goede ervaring, ben ik dus blijven reizen. En een jaar later ben ik dus, zeg maar, heb ik geboekt tegelijk met Ad Vrijswijk in dezelfde reis. En dan zijn we dus, zeg maar, jaren aan een stuk met dezelfde 4 mensen op reis blijven gaan. En we waren vaak dezelfde route. Maar na een jaar, 4, 5, begonnen ze te wandelen in de groepsreis. En dat was iets wat me ontzettend beviel. Daar ga ik gewoon, zeg maar, dan proef je, zeg maar, eigenlijk het buiten zijn, de omgeving. En het gaat er eigenlijk niet om als je reist dat je een grote afstand aflegt, maar dat je het beleeft. En daarom vind ik wandelen eigenlijk het leukste van reizen. Het gaat niet om dat ik 10.000 kilometer op een dag afleg en die van bus naar bus. Nee, het is om dat je het beleeft en dat je dus, zeg maar, de omgeving proeft en dat je de mensen voelt. En dat is, vind ik, dus het leuke van reizen en wandelen tegelijk. Wat ik prachtig vind, is in de bergen lopen. Als je bergwandelingen loopt, is altijd de inspanning die je van tevoren hebt tot de top. En als je in de top bent, dan krijg je de beloning. Dan zie je het uitzicht, want daar gaat het eigenlijk om. Ik heb dus gewoon, zeg maar, dan het genoegen gehad dat ik 2 fantastische bergwandelreizen gedaan heb. Onder andere dan, zeg maar, in Georgië en in Kirgizië en ook in Pakistan. En als je bij spreken in Pakistan bent en de omgeving van de Batoro-gletsjer, daar heb je dan de bekende berg, de K2, die is dan, zeg maar, 6000 meter, een van de gevaarlijkste bergen van de wereld. En als je dan onder die berg loopt en je ziet eigenlijk, s'morgens was we spreken, we hadden dagen in de regen gelopen en s'morgens werden we wakker en er stond de zon. En dan zie je daar heel die omgeving daar, heel die bergketen van 5.000-6.000 meters allemaal. En je ziet dan heel die bergketen, onder andere de K2, helemaal uitgelicht. Nou, dat is een indruk die je nooit meer vergeet. En dat was onder andere wat je ook bijvoorbeeld hebt meegemaakt in Pakistan. Dat we dus morgens heel vroeg moesten lopen naar de bergtop, de Gorongora-berg, die was 5600 meter. En dan moesten we echt morgens vroeg weg. En s'avonds, in de ochtend, dat scheen op bepaald traject in de vallei de zon op de gletsjer. En dan wisten ze. Daar moesten we vroeg weg. En als die zon op schijnt, dan kreeg je steenslag, wat het eigenlijk ook gevaarlijk maakte. Nou, en op een bepaalde zin ben ik dan even zitten om te rusten. En op een bepaalde kwam uit die bergtop, kwam dan een steen naar beneden. Ik had hem niet gezien, maar ik kwam vlak langs mijn scheren niet. En daar achteraf denken wij, god, ik heb eigenlijk toch wel geluk gehad. Thank you.
ik dus denk waar ik een bijzondere reiziger door ben, is dat ik vooral geïnteresseerd ben in de cultuur van mensen. Mensen vind ik eigenlijk mijn reizen het interessantste. De beleving en het is te zien hoe de mensen eigenlijk leven. En dat is iets waar je dus, als je in een veel andere cultuur komt, boeit. Mij ontzettend boeit. Als ik daar in Indonesië ben en ik zie die mensen daar de relaxedheid, dan is het eerste wat ik altijd zeg, je leert daar ontspannen. Een reizing door Papua-Nieuw-Guinea. En je ziet daar dus de mensen daar met de penis koken en alles rondlopen. En dan ziet dat die mensen geïnteresseerd zijn in jou. Op een bepaald moment liep ik daar door een streek en er kwam een jongen in zijn penis koken naar me toe en die gaf me zomaar een steen. En dat was heel bijzonder, want een steen is in dat land heel belangrijk. Er was echt geen aanleiding voor, maar die stond me op te wachten en die gaf me gewoon een steen. En dat is daar een waardevol iets. In een stenen tijdperk was ze daar eigenlijk leven. Dat is gewoon een waardevol iets. Wij spreken hier in iPod, ik verhul je dat cadeau. Die mensen zijn met zo weinig tevreden. En dat is iets. Ja. En dat vind ik zo bijzonder dat je dus gewoon dat meemaakt. Dat interesseert mij. En als je dan bijvoorbeeld in Papua-Nieuw-Guinea komt en je komt daar inderdaad in zo'n streek waar bijna geen toeristen komen en je ziet daar hoe de bevolking één is met de natuur. En als je daar rondloopt, dan hebben ze interesse in jou. En ze gaan met je zitten en dan proberen ze toch met gebarentaal, proberen ze toch duidelijk te maken hoe jij leeft. En die mensen die hebben niks en ze zijn met zo'n beetje tevreden. Wij zijn helemaal luxe gewend. En je leert daar gewoon het waarderen van de luxe die je hebt. Want die mensen hebben helemaal niks en zijn toch tevreden. En als je dan thuis bent, dan gaat dat door je hoofd en dan denk je thuis over na. Dan denken wij, god jongens, waar zijn we toch eigenlijk gelukkig hier, maar wij zijn eigenlijk ook ongelukkig. Want wij zijn met de grootste luxe niet tevreden. En terwijl die mensen daar met een beetje tevreden zijn, maar daar is het elke dag overleven. Het is elke dag dat kommetje rijst. Vechten voor dat kommetje rijst, dat is vechten. Waar je wel op moet passen met wat geld geven in die soort landen, is dat je er geen bedelaars van maakt. Ik heb meegemaakt dat er kleren uitgedeeld te worden. En dat dus de bevolking, die gingen daar naartoe en die ontfrutselden de kleren. En wat zie je dan? De mensen raken in paniek en die gooiden neer. Het waren net wilde honden. Ik vond dat verschrikkelijk. Je moet weten wat je doet als je daar bent. Dat is ook het reizen. Dus zodanig verrijkt dat ik anders tegen de cultuur aan ben gaan kijken. Als je dus ziet in Indonesië als voorbeeld dat daar kinderen van 12 jaar al volwassen zijn, om simpele reden dat niet anders kan. Het is daar een kwestie van overleven. En van 12 jaar wordt verwacht dat je gewoon voor je eigen zorgt. En dat ze daar met de 15, 16 jaar al door heel Indonesië reizen per boot. Gewoon om voor eten te zorgen, om eten te krijgen. En als je dan ziet, wij spreken ook geloof, daar vat ik ook als voorbeeld. En als je dan de boeddhisme ziet, de tolerantie die een boeddhist heeft tegenover dus de christendom en tegenover de islam, dan kunnen daar veel mensen van leren. En dat heeft me ontzettend verrijkt, dat ik dus anders in de wereld ben gekeken. En dat ik anders de mensen anders zie. En dat ik dus geen idee heb van daar is het slechter, dat zijn mensen slecht. Want je hebt overal één ding is zeker, je hebt overal slechte mensen, je hebt overal goede mensen. En daarom zeg ik ook, mensen, ga reizen, nu het nog kan. Maar stel het niet uit tot morgen, want dan kun je te laat zijn. Stel het niet uit, nogmaals, tot morgen, want dan kun je te oud zijn.